Na een vrije dag zagen we vanmorgen bij de training op de hertgang 24 spelers op het veld. 4 trainers en wie we niet zagen, dat was Ibrahim Afellay. Hij bleef binnen, hij heeft nog te veel last van zijn blessure. Wel teruggekeerd op het veld is Nordin Amrabat. En hier zien we een andere nieuweling, Vukovic. Maakte gisteren zijn eerste minuten in het PSV-shirt. Verving bij Jong PSV in de tweede helft Matza Rodriguez. In een wedstrijd waarin Jonathan van groot belang was voor Jong PSV. Na een half uurtje gaat Nordin Amrabat naar het andere veld. Hij is druk bezig met het herstellen van zijn blessure. Maar of hij de wedstrijd tegen Praag haalt, dat is nog maar de vraag. Ondertussen is op het andere veld een positiespel begonnen. Hier zien we Toivonen in een wit hesje. Dat zou zomaar eens de vervanger van Afellay kunnen zijn. Mocht de middenvelder niet fit zijn. En de eerste kans tijdens dit spel is voor Danny Koevermans. De jeugd heeft goed opgelet en speelt het spelletje na. Al is het niet helemaal secuur en vliegt de bal het veld op. En dan mag de kleinste van allemaal de bal gaan halen. Ondertussen gaat het positiespel verder. Ziet Wuitens Nijland vertrekken en die kan kiezen uit 2 goaltjes. Dreigt naar rechts, Wit concentreert zich op het rechte doeltje en dan komt links natuurlijk de vrijheid. En wie ziet dat beter dan Danny Koevermans? De spits in vorm. Zo zien ook Willy en René van der Kerkhoff junior. Maar wie uiteindelijk aankomende donderdag in de eerste wedstrijden voor de Europa League gaan spelen, dat weet maar één iemand. En dat is trainer-coach Fred Rutte.